Nog meer? Wow. Oké, nog meer vechten. Yo, daar ben ik weer met de gloednieuwe video. Ik ga weer met de Lego City en de cover verder. Ik moet ergens naartoe. Geef een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer natuurlijk ook zeker op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat even snel. En ik moet nu ergens naartoe. Ik ga weer verder met de level waar ik was. Sorry. Ik hoop dat jullie het een leuke video gaan vinden. Oh, dat gaat me geld kosten. Ik ga met Turbo. Wacht, waar moet ik eigenlijk naartoe? Ik moet daar naartoe. Oké, ik moet daar naartoe, boys. Dan ga ik, vind dit altijd heel leuk. Gewoon zo gaan. Ah. Ten tweede is het alleen niet heel handig. Maar het is wel leuk. Ah, ik ga weer hier naartoe. Ah, pas op. Zo, dat is beter. Nu moet ik, ik moet nog, ben er bijna. Ga wel goed. Dat was niet mijn schuld. Oké, ik neem de kortste weg. Ik ben echt heel goed in rijden. Ga kapot. Yes, eindelijk is er weg. Oké, ik moet hier ook ergens. Ah, dit is, dit is nog allemaal niet zo moeilijk. Ah, behalve door alle balven te rijden. Dat is heel leuk. Ah, niet tegen een boom. Ik ben er bijna. Ik zie het al. Oh, daar. Oké. Oké, daar ben ik weer. Daar gaan we. Oké, ik heb een... Hey, Chase. Omdat je undercover werkt, heb ik een nieuwe functie aan je zakcomputer toegevoegd. Een bandrecorder? Zodat ik net als een privédetective tegen mezelf kan praten? Nee. Ik was teleurgesteld. Maar ik besloot toch te luisteren naar wat ze te zeggen had. Het is een audioscanner. Als je hem op een raam richt, kun je horen wat ze binnen zeggen. Maar je moet wel op een uitkijkpunt staan om deze functie te kunnen gebruiken. Dat klonk alsof het nog wel van pas zou kunnen komen. Ik bedankte haar en verdween in de nacht. Het is dag. Veel succes, Chase. Oké, ik moet weer... Ik weet niet waar ik naartoe moet. Oh yes, ik heb weer wat vrijgespeeld, een audioscanner. Boom. Ik moet een goede plek vinden om de audioscanner te gebruiken. Hoe ga ik dan komen? Alleen, ik zie nu even één ding eerst. Die kan je ook even slopen en dan kan je hem even bouwen. Kijk. Ja, dat is er weer één. Dat is wel chill. Ik moet daar naar boven, maar ik heb... Oh, wee. Nou, nooit zo gedacht dat het zo makkelijk zou zijn. Ik ben er al bijna. Waar is het? Oké, ik ga naar boven. Ja, ik kan... Dit is heel leuk. Dit is lekker makkelijk. Oké. Ja, ik ben er. Oké. Moet ik wel even uitkijken? Hoe werkt dit? Ik wil graag een grote pizza. Nee, dat is hem niet. Ja, dat is hem. Yes. Waarom ik je opbel? Je bent te laat voor je sollicitatiegesprek, daarom. Waar zit je? Je moet bij Chance Limo bedrijf zijn. Schiet eens op. Wel heb ik ooit... Die Boris Butler! Dat is die vent die bij de bende wil! Oké, ja, ik moet even naartoe. Ja, Boris dat die... Butler? Waarom komt die naam zo bekend voor? Oh ja, ik heb hem 2 jaar geleden gearresteerd. Als ik hem kwijt kan raken... Ik ga met deze auto. ...voor het sollicitatiegesprek. Jeehoe! En bij Chance Bende aansluiten. Politiezaak! Deze auto is veel sneller. Daarom gebruik ik die al even. Ah! Ja, dit is... ik moet wel een stukje rijden. Ik ga ergens doorheen. Door een soort winkelcentrum. Woe!
Kijk, dit is altijd de leukste weg. Hey! Yee, let's go! Kijk. Kijk of deze weg ook kan. Kan vast wel. Waarom moet ik zo sloom rijden? Kijk. Oh, nu doet hij het weer. Oh jee. Ik doe gewoon kijken of ik de snelste weg neem. Maar ik zou ook gewoon heel dom kunnen zijn en de minst snelle weg nemen. Kunnen nemen. Kunnen. Dat kan. Het hoeft niet. Auw. Let op de weg, Chase. Oké, ik ben er bijna. Ja, ik ben er. Waarom moet ik helemaal daar naartoe lopen? Zo. Dat is echt heel ver. Nou, eigenlijk niet, maar... Oké, ik moet weer een geluidje. En wat vind je? Wacht even. Je weet wat ze zeggen. Een beeld. Nee, ik wil dat geluidje nog een keer horen. 99 nieuwe woorden voor spuuglelijk denken voor dit ding. En wat vind je? Die is leuk. Wacht wel even. Kijk deze dan. Ik zie er maar twee. Dat is hem, yes. Tot ziens, meneer. Ik hoop dat u van de expositie genoten heeft. Ja, bedankt. Ik heb deze reproductie gekocht in de souvenir. Nou, daar heb ik geen zin om daar te luisteren. Naar te luisteren. Luisteren. Ik moet hem denk ik volgen. Jij daar, stop! Ik ken jou! Jij hebt ooit gearresteerd! Ah, dat was subtiel van je, Chase. Ik ga hem achtervolgen. Ik wil alleen maar praten. Ja, ik heb je gearresteerd. Gaan killen. Gaan pakken. Stop, anders blijf ik je achterna zitten. Lekker voor je. Nou, man. Waarom arresteer je me steeds? Jij wil je bij Chance Bende aansluiten. Ja, dat is toch geen misdaad? Zeker. Ik vertel mensen niet graag hoe ze hun werk moeten doen. Maar als je me gaat arresteren, doe het dan om dit schilderij dat ik net heb gejat. Pannenkoek. Pannenkoek. Nou, verdorie. Bedankt, Boris. Oké, laat ik me niet te laat komen voor mijn sollicitatiegesprek. Oké, ik ga weer verder. Kijk, ik ga op de fiets. Sorry, noodgeval. Nee, wacht. Nee. Ik wil... Ik ga met de... Met de... Jee. Nee, ik wil een skateboard. Skateboard is leuk. Ja. Kijk. Sorry, noodgeval. Kijk. Dit is zo leuk. Wee.
Wordt bijna aangereden. Nu moet ik omhoog. Dat vind ik nooit leuk. Kijk, dit is altijd heel naar. Nee, wacht. Nee. Dit is niet de leuke weg. Kijk. Wee, let's go. Ah. Oepsie. Oké, ik ga verder. Op de motor. Pardon, politiezaak. De motor is leuk. Daar kan je lekker mee crossen. Ik ben er bijna. Ik ga. Wees niet. Zo, woe! Ik ga weer verder. Ik ben er bijna. Come on. Ja, eindelijk. Ben jij de nieuwe? Ja, meneer. Ah, ik had een moe verwacht. Jij ziet er veel te respectabel uit. Nou, misschien wordt het dan tijd voor een brilletje, ouwe. Dat lijkt er meer op. Oké, ik wil dat jij iemand voor mij oppikt. Ik weet niet of ik wel zo sterk ben. Met de auto. Natuurlijk. Die persoon is Forrest Blackwell. De multimiljardair. Inderdaad. Maar het wordt geen makkelijke klus. Meneer Blackwell wordt constant omringd door paparazzi. Meneer Blackwell. Ze zullen je proberen te volgen. Oppikken. En daar houdt meneer Blackwell niet van. Begrepen, komt voor elkaar. Want ik ben een geweldige chauffeur. Goed zo. Haast je naar de Blackwell-toren. En wees een beetje beleefd. Ik moet naar de Blackwell-toren. De auto. Dit wordt hem. Ik word sowieso achtervolgd, dat weet ik zeker. Kijk, daar had je het al, hè. Daar heb je het al. Dun. Dit vind ik altijd een leuk muziekje. Oh jee, daar gaat me nou claim. Ik ga ze echt allemaal afschudden. Je moet wel snel zijn. Iedereen omver. Ik ben er bijna volgens mij. Ja. Waar wilt u naartoe, meneer? Aardig dat je het vraagt, jongeman.
Ik ga een van de laatste uitvoeringen van De Eeuwige Inbox bekijken in het Gillespie Theater. Ben je op de hoogte van mijn afkeer van paparazzi? Jazeker. Ik zou mijn best doen om ze af te schudden. Ik begrijp dat je hiervoor een wat, laten we zeggen, onorthodoxe rijstijl moet aannemen. Dit kan inderdaad wel eens een wilde rit worden. Maak je over mij geen zorgen. Ik heb wel eens op het schip der woestijn gereden. Niets komt in de buurt van hoe oncomfortabel dat is voor je derrière. Ben jij ook een kunstliefhebber, jongeman? Nou, ik vind dat ene tv-programma met die aap die misdaden oplost wel leuk. Ah, een echte connoisseur. Maar mag ik vragen waar die voorstelling die u gaat zien over gaat? Autoriteit, bureaucratie en regulatie. De gebruikelijke bezigheden van kleinburgerlijke individuen. Het klinkt net als mijn vorige baan. Ah, je plannen gedwarsboomd zien worden door dwazen. Kuddie. Maar wat kun je eraan doen? Ah. Je kunt het negeren en verder gaan met je leven. Nee, of ga weg. Wat... Ja. Ja. Ha, 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 ha. Ja, dat is of gek, hè? Je doet het stiekem op je eigen manier, zonder dat ze erachter komen. De derde optie. Niet verder vertellen, maar dat is ook mijn favoriet. De mijne ook. Jongen. Nou, ik wens u veel plezier bij de voorstelling. Wat een... Dankjewel. Dit is irritante... waarschijnlijk mijn laatste kans om naar het theater te piepzak. Gaan. Piepzak. Ik heb nogal een lange reis voor de... Ik zou eigenlijk wat anders zeggen, maar dat is niet het allerbeste om te zeggen. Daarom zei ik dat. En nu moet ik nog Is het al ergens. Zo laat? Wow, rustig meneer. Je komt vast op dit. Als je niet zeurt, kom je vast op dit. Zou je alsjeblieft haast kunnen maken? Ik moet nodig naar de retirade. Een retirade. Jongen, hij kan zeuren wat hij wil, maar we zijn er al. Nou, ik heb die rit ternauwernood overleefd, chauffeur. Je hoeft niet te wachten. Ik heb ander vervoer terug. Adieu! Okay. Tot ziens, meneer. Oké, ik ga verder. Ik moet ergens naartoe. Wat moet ik nu doen? Moet ik ook mee? Oké. Dat was goed rijwerk voor meneer Blackwell. Dat je je niks van de verkeersregels aantrekt, bewijst dat je een naar persoon bent. En dat is bewonderenswaardig. Bedankt. Ik haat verkeersregels. Ja, ik heb zo'n gevoel dat je een soort persoon bent dat wij zoeken. Heb jij ooit iets gestolen? Ik heb wel eens een pen gestolen. Oh. 1000 pennen. Van een kind dat mank liep. Uitstekend! Dan krijg je promotie. Ga naar de steeg links van de autosloop in Pagoda. Mijn werkgever zal je daar ontmoeten en verdere uitleg geven. Tijd voor meneer Chant. Boom. 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 Oh ja, nee. Wow. Boom. Oh, die auto is leuk. Sorry, ik had je niet gezien. Kijk. Ik zit stiekem, ik heb dat vrouwtje ingepikt. Kijk. Jij gaat ook weg. Lekker voor je. Ha 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 ha. Lekker voor je. Lekker voor je. Ik moet maar gaan. Oké, ja, ga dan. Oh wacht, ik zie hier heel even wat. Oh nee, dat kan ik nog niet doen, laat maar. Nou, maak hem wel open. Geld is altijd leuk. Slopen. Een blok. Een blok. Wat leuk, een blok. Zigzaggen. En dan hier ergens. Ja, hier. Oké, dit is een filmpje. Perfect. Wie is dat? Oké. Ik ben hier voor de promotie. Jij? Jij ziet eruit als een smeres. Nou, dat ben ik niet. Zie je? Huh.
Oké. Ga goed, chauffeur. Wil jij geld verdienen? Schrijf daarmee uit, stelletje ellendelingen! Wauw. Oké. Wat had je in gedachten? Vluchtwagens besturen? Oké. Niet zo snel. Driewielers besturen? Nee! Eerst moet jij je bewijzen. Hier is een lijst met instructies. Volg ze op en meld je dan weer bij mijn autosloop. En laat je niet pakken zoals die uitkijkers! Begrepen, meneer Chen. Ach, zeg maar, meneer. Wat doe jij hier nog? Oké. Oké, Chen wil dus dat ik een auto steel van de rivaal van hem terwijl hij op een feestje is. Tijd om een feestje te verstieren. Ah, ik heb eigenlijk nog nooit een stier op een feestje gezien. Kijk, deze geeft tenminste turbo. Kijk. Oh, kuddy. Nee. Oké, nu ga ik lekker snel. Kijk of ik die auto kan ombeuken. Ah, nee, niet ombeuken, maar wel half. Kijk, hè. Wauw. Oké, dan gaan we. Hey, kijk, de wereldbol is er weer. Hoe kan dat nou? Alleen ik denk dat ik nu naar rechts moet. Ja, kijk, ik wist het gewoon. Oeps, ik rij aan de verkeerde kant. Boom! Lekker voor je. Ik moet iedereen van deze baan passeren. Oei, oh jee. Dit is leuk. Oh jee. En ik wil jou even aan de kant hebben. En ik moet hier ergens naartoe. Oh ja, yes! Yes, ik ben er. Waarvoor heb ik die auto nodig? Het is niet eerlijk dat we hier op wacht moeten staan. Nee. Weet je, we zouden best stiekem naar het andere feestje bij het zwembad kunnen gaan. Oh ja. Misschien. Als ze goede muziek zouden draaien. En er wat te eten zou zijn. Oké, ik ga als een speer naar dat ding toe. Want ik moet een blad vinden. Oh, nee. Kijk. Dat noem je nou dus echt curry. Dat is echt hartstikke curry. Gast, mijn hele muziekinstallatie is kapot. Oh. Dat was de laatste keer dat ik zielig. Zo, hé. Jij bent goed met elektronica. Maar we hebben wel een plaat nodig voordat we kunnen swingen. Ja, maar er ligt toch een plaat? En kablemo! Oh, dat was niet de bedoeling. Oké, ik ga jou wat vragen. En nu tover ik haar terug. Shabakazam! Een plaat? Wat moest ik dan zeggen? Shamakazoo? Oké, Shamakazoo. Krabakadabra. Krabakadabra. Dat is om een krabsalade tevoorschijn te toveren. Nou ja, ze is vast op een veilige plek. Oké, ik ga DJ'en. Boom. Boom. Ga sneller. Nee. Oh, jongen. Maar dan gaat het opeens helemaal fout. Nou, een partijtje joppie, oké. Oké, nu moet hij het doen. Ik ga het heel goed doen.
Oké. Nee, 1 seconde! Are you serious? Hoe dan? Hoe kan dat? Dit is echt het slechtste DJ-party ooit. Ja, maar dit is niet eerlijk. Oké, nog 15 seconden. Nou, nu red ik het denk ik wel. Yes, eindelijk. Yes. Vet man, en nu het volume op 11. Oh, ik word bevangen door het ritme. Loki. Oké. Er zou hier toch een barbecue zijn? Hoe moet ik nou een broodje voedselvergiftiging klaarmaken zonder barbecue? Ik heb niet 2 hele dagen voor chefkok geleerd om met zulke Hey, een barbecue! En hij is nog schoon ook. Dan hoef ik deze keer niet een hele fles ketchup te gebruiken om de smaak te verhullen. Nu heb ik alleen nog iets nodig om te roosteren. Ja, waar zou je dat vinden? Hey, kijk! Woe! Wat ben ik toch slim, hè? Wauw, en jij niet, hè? Hij zou het zelf ook... Curry. Jongen, wat? Waarom lig je dan zo? Ja, het stinkt, ja. Bij ons niet. Want wij gaan straks lekker eten. En nu moet ik het vlees op de barbecue leggen. Is dat, kip? Dank je. Over 30 seconden is dat wel gaar. Wil je ook wat kip tartaar? Nee, bedankt. Oké. Ruik ik daar eten? Ik dacht het wel. Jee. Nu kan ik inbreken en weg. Wat goeie dan. Jee, eten. Nog meer. Nou ja, hij doet het maar 1 keer. Ik zou graag de volgende skin. Hey, wat doe je daar? Stiekem auto's wassen. Grijp hem! Kijk, boom. Ik ben heel goed in vechten, hoor. Nog meer? Wauw. Oké, nog meer vechten. Oké, ik moet nu iets voltooien. Dus deze lijkt me wel leuk, deze opdracht. Oké. Oh! Verkeerde kant. Hey, Chase! Ja, dat klopt. Ik werk voor Chen Chuang. Ah, nee! Nee! Hoe kun je dat nou doen?
Ik keek tegen je op, Chase! Ik haat je! Het is niet echt Frank. Ik ga deze opdracht ik afmaken. Werk undercover, weet je ik nog? Dit is de laatste opdracht dat ik ga doen. Arresteren. ik ga weer verder, jongens. Er was heel eventjes iets aan de hand. Zou je aan de baas willen vragen of dat geregeld kan worden? Natuurlijk kan ik dat! Ik heb wel eens een heel belangrijk bericht van de burgemeester naar de burgemeester gebracht. Oh. Oké. Ik stuur hem nu naar je op. Tot later, Frank. Oké. Ik ga verder. Dat komt wel. We moeten heel snel zijn, want er komen... Ja, snel verder. Ah, nee, eentje. Ik hoef nog maar één keer geraakt te worden. Dan ben ik af. Ik ga springen over auto's heen. Nee. Oh, yes. Ik ga niet meer over auto's heen springen. Dan gaat mijn auto misschien kapot. Snel. Yes, ik heb het gehaald. Met één leven. Kijk, waarom wil je die auto nu nog hebben? En hij rijdt er ook nog gewoon vol tegen de muur aan. Je bent echt een slimpie. Oké. Oh. Die auto is compleet aan gruzelementen! Maar je was wel snel. Dus ik geloof dat ik wel op je kan rekenen. En dat is fijn. Want je moet een kijkje nemen bij het kantoor van mijn bedrijf. Het inbraakalarm is afgegaan. Normaal zou ik Feng of Li sturen. Maar die zijn al ergens in verwikkeld. En dat is precies waarom ik niet wil dat jullie met het springtuig spelen onder het werktuig. Die oude meneer die voor je limo-bedrijf werkt dan? Die heb ik moeten ontslaan. Omdat hij te informeel met me omging. Ah! Jammer, want het is mijn vader. Als je daar iemand aantreft, wil ik dat je met hem afrekent. Begrepen? Okay. Ja? Oh, en de mensen voor wie ik werk... Oh, jongens. Ik moet voor vandaag stoppen. Privacy. Ik wil... Dus ik ga heel... niet in mijn boekhouding! Ik zou niet durven. Oké, ik moet stoppen voor vandaag. Dus... Yo, abonneer op mijn kanaal natuurlijk. En geef natuurlijk een duimpje omhoog. Doei! Oh, wacht. Dit filmpje is nog niet klaar. Ik ga dit heel even afkijken. Blijf nog steeds kijken. 1, 2, 3. Oh jee, wauw. Wauw. Oké. Jongens, geef natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En nu moet ik stoppen. Doei!